De situatie bij de brandweer, die landelijk in actie is, zal pas genormaliseerd worden als de regering een handreiking doet. Vooralsnog blijft de situatie ongewijzigd. Dit vertelde voorzitter van de bond bij het Korps Brandweer Suriname, Wendel Oosterwolde, in gesprek met de nieuwsdienst. Hij verwacht dat er snel wat schot in de zaak komt. Nou, om de zaak te sissen gaat er geen AFV komen, tenzij de regering een handreiking doet en zaken voor ons bewerkstelligt. Dat zou het wel kunnen, ja. Nou, de situatie is hetzelfde. Die mensen zijn nog grimmig. Omdat er is niks opgelost. We zijn nog steeds wachtende. Oosterwolde geeft aan dat werkkleding voor de manschappen besteld is, maar mondjesmaat is betaald door de staat. Hij benadrukt dat de levering hierdoor wordt vertraagd. Nou, nog steeds niets. En zo zie je dat de regering het niet zo nauw neemt met de brandveiligheid in het land, hè. Want wij denken alleen maar dat veiligheid bestaat uit de veiligheid moet bestaan uit de troepen van het leger, of de politie, of de gewapende machten. Maar hoe staat het met brandveiligheid? Het weegt toch even zwaar? Maar ze nemen het niet zo nauw, want ze hebben ons nog steeds niet uitgenodigd. Nou, niet eens een telefoontje. Oosterwolde zegt verder dat de luchthaven niet goed kan functioneren als de brandweer niet werkt. Hij benadrukt dat slechts wordt uitgerukt voor brand- en technische hulpverlening.